Welkom bij het Big Rivers Journaal 2015. Het programma over het meest swingende festival van Dordrecht. Tijdens de Silver Talent Show kon u zo al even zien het Amazing Core, al jaren een vast onderdeel van het festival. Maar voor je kunt optreden, moet er natuurlijk wel eerst geoefend worden. Ik hoop dat iedereen er vandaag is. Het is nummer 5 van de repetities voor de Amazing. Het is gewoon bloedje heet. Maar wij gaan ervoor. Kijk, mensen die wisten natuurlijk al dat jullie konden zingen. En dat jullie zo stonden te stralen. In principe zouden we alles kunnen zingen. Maar vandaag moeten echt alle puntjes op de i. Normaal gesproken heb ik 6 weken, 7 weken om het allemaal rond te krijgen. Maar we hadden vorige week zondag al de finale van de Silver Talent. Dus ja, toen moesten we eigenlijk al klaar zijn. Maar nu voor de grote show zelf, de Amazing zelf, moet er toch nog wel wat gebeuren. Maar het is zo bijzonder. Verwacht eigenlijk dat het zo goed zou gaan. Maar het gaat prima. Warm, maar heel leuk. Ik krijg er een heleboel energie van. Zo fantastisch. We zijn zo geboren zangers. Vorig jaar natuurlijk ook allemaal meegedaan. Dus ja, het zit er zo lekker in. En we hebben zo'n super dirigent, hè, John. We komen gewoon voor hem. Vivi, siempre vivi. Y ha sido así. Ik heb een leuke ervaringen gemaakt in de tussentijd. Sinds ik de Holland Got Talent gewonnen heb en daarna in Amerika ben geweest, in de United States, in Las Vegas. Dat was een ontzettend leuke ervaring. Het is een mooi land. Je wil altijd iets beleven en dat was iets te beleven. In alle opzichten. En nu teruggekomen in Nederland, pak ik mijn leven als ik waar ik lied. Het lied. Het is een leuke tijd en ik heb veel plezier. Yo siempre quise más, un poco más, como fuera, ese me equivoqué, fue a mi manera. Con el amor tanto jugué, sé que perdí, sé que gané, pero la vida es siempre así, y si lloré, también reí, pero ik moet zeggen dat de dirigent is er leuk en aangenaam, er vriendelijk. En die meisjes, ik noem die meisjes altijd, nee? Die zijn zo leuk, vriendelijk. Die zingen ontzettend leuk en dat zijn erg bedreven. En dat is precies wat ik wil in mensen zien. Deze ploeg, wat je dus hier ziet nu, dat is gewoon één grote familie. Ik ben hier nu 3 jaar en wat dat betreft bouw je het op. En ik ben natuurlijk wel gewend om met mensen te gaan werken. Ja, en dat is zo geweldig. Ja, dus het is toch eigenlijk denk ik een bepaalde magie. En dat werkt. Dat is geweldig. Ik verwacht veel plezier te geven aan de mensen.
Wanneer die mensen plezier hebben, ben ik van overtuigd dat wij zelfs plezier hebben. In een vorige aflevering was al te zien hoe de Zwijndrechtse brug versierd werd met gekleurde filters. Maar daar bleef het niet bij. Hoeveel lampen moeten jullie voorzien van filters? Oeh, een stuk of 40. Dat is wel een behoorlijke klus, hè? Het is een hele zware klus, echt waar. En je mag het niet met tape vastdoen? Nee, dat mag niet, want het gaat vastzitten aan de lamp en dan is het niet goed. En het is een lekker temperatuurtje hier. Het is een lekker, heerlijk. Je verbrand je knieën bijna, hè? Alles, je ziet het. Dan gaan we nog even terug naar de Silver Talents. De winnaars mochten op tour en die tour kwam ook langs de Prinsenmarij. En daar werd een waar feest gevierd. Just
sofa and begging for what's in it why. That's all I need, that's all I need. And I'll be satisfied. Donna, Donna, Donna. Het is, ik kan niet met het benen, ik kan niet lopen. Maar het was af voor de zang, je zang ook hoor. Dat zeg ik nog tegen haar. Ik zeg, het was af. Heel. Ik heb die meneer nog een compliment gegeven. Nou, voor zijn leeftijd, voor zo mooi te zijn. Zo. Helemaal geslaagde middag. Te mij meebetalen, vind ik het dan fijn. Ja hoor, dus af. Ik heb een geweldige middag gehad. Ja, dat kan toch niet anders. Met zoveel talent in Dordrecht, zeg. Is dat wat? Is dat toch mijn stadje? Ja, ja. Ja, het was ook ontzettend gezellig. Ja, het is een heel goed koor. En de solisten die waren ook ontzettend goed. Ja, we hebben echt genoten. Ja. Ja, ik woon hier wel niet hoor. Mijn moeder woont hier. Maar mijn moeder ook, heeft ook heel erg genoten. Ja, ja. Is dat nou een welkome afwisseling op de andere activiteiten die ze hier geven? Ja, ja. Zo'n koor, dat slaat er altijd goed in. Ja. Ik vind het hartstikke leuk om aan dit koor weer deel te nemen. Dat vind ik echt geweldig. En een bijzonder ook om hier nu op te treden, neem ik aan? Ja, het zit helemaal geweldig in elkaar. Ik bedoel, hier die middagen en dan zaterdag het grote feest op het plein. Nou, dat is toch helemaal geweldig. Geweldig. In één woord gewoon helemaal super. En wat vond u er mooi aan? Ja, gezellig. Zingen. Toch. En wordt dat hier vaker gedaan in de Prinsenmarij? Ja. Ja, af en toe komt er weer eens een ander koor. Reaching out, touching.
Rollator erbij, gaat alles goed? Ja, ik zit prima. Ja, ik heb er helemaal last van, dus ik kan niet zo lang staan. Ik kan wel goed lopen, hè, maar dan moet je dat ding hebben. Maar met de stem gaat het prima? Mijn stem heb ik geen last hoor, dat lukt nog wel. En hoe was het om hier op te treden? Ja, anders is dat je in de zaal optreedt, maar ik vond het, de mensen zelf reageren net zo enthousiast. En het is hartstikke leuk om te doen hier. Geweldig, ik hoor alleen maar positieve berichten, geloof ik. Ja, Ida, maar het is ook echt leuk om te doen. Je ziet die mensen lachen en plezier hebben. En, ja, ik zit er nog niet, maar ik zou liever hier zo zitten met een beetje lol als dat ik hier op een andere manier moet zitten. Geweldig, super. Als mensen het nog willen meemaken, wanneer treden jullie nog op? Zaterdag geloof ik, hè? Ja, zaterdag. Ja, voor mensen wel. Morgen dan moeten we twee keer en dan overmorgen nog een keer. Maar dan een vrijdag, nee, zaterdagmiddag. Half drie geloof ik dat de speel begint op Grote Kerksplein. Super, nou bedankt in ieder geval. Er zijn er veel meer als hier dan, denk ik. Natuurlijk zouden we nog veel meer kunnen vertellen over Big Rivers. Over de grote groep vrijwilligers die het feest helemaal mogelijk maakt. Over de twee nieuwe podia, één bij Otto en Mezzo en eentje bij Vince. Over het Young Talent Stage waar onder andere Pollyanna gaat optreden. Maar ik zou zeggen, ga het gewoon lekker beleven. Aanstaand weekend, vrijdag, zaterdag en zondag. Kijk voor het volledige programma op bigrivers.nl. Tot dan!